1618. Schipper Willem IJsbrandszoon Bontekoe was in dienst van de VOC. Hij was een eigenzinnige man, gehoorzaamde niet altijd de richtlijnen van hogerhand, maar handelde wel altijd inventief wanneer nood aan de man kwam. Toen hij vertrok vanuit Texel op weg naar Batavia, voerde koopman Hein Rol het oppergezag. En is Bontekoe verantwoordelijk voor de navigatie. Mei 1690, we naderen Kaap de Goede Hoop. Hier zouden we nieuw proviant en vers drinkwater inslaan. Maar door een gevaarlijke westerwind zijn we genoodzaakt door te varen. Gelukkig zijn er nog weinig zieken en is er voldoende drinkwater aan boord. Uiteindelijk sloeg de Schurbeek toch toe en gaan ze aan land op het eiland Reunion. Na 3 weken vertrekken ze weer, maar nog niet alle bemanningsleden zijn volledig hersteld. Daarom besluiten ze terug te keren naar Sint-Marie, een eilandje onder de kust van Madagaskar. Daar worden ze gastvrij ontvangen. ...30 augustus 1690... Toen de eilandbewoners ons zagen, kwamen ze onmiddellijk bij ons langs zij met uit hout vervaardigde vaartuigen. Ze namen wat vruchten mee en maakten kenbaar dat ze aan land nog meer hadden. Dit was goed nieuws. We bekeken deze mensen vol verbazing en besloten met ze mee aan land te gaan. Hey, schiet eens op! Aye, captain! Eenmaal aan land gekomen, keken we onze ogen uit van verbazing. Wij boden ze kostbaarheden aan en uit dank kregen wij de gelegenheid proviant in te slaan. Na 9 dagen is de bemanning dankzij het verse, gezonde voedsel zo hersteld dat de reis kan worden voortgezet richting Straat Soenda. Echter, wanneer de nieuwe hoorn die bereikt, slaat het noodlot toe. Op 19 november 1690 kwamen we op de 5,5 graad hoogte bij de Straat Soenda aan. De botteliersmaat ging, zoals altijd, 's middags naar het ruim voor een vaatje brandewijn, zodat hij de volgende morgen alle mannen hun rantsoen kon geven. Hij nam een kaars mee en stak de kaarshouder in een vat. Net toen hij zijn vaatje had, maakte een scheepsmaat een onverwachte beweging, waardoor hij de kaars omstootte.
blussen verloopt zeer moeizaam en de angst voor een schipbreuk groeit. Een aantal bemanningsleden vlucht, ook koopman Rol. Ik trachtte nog een poging de brand te blussen, maar het had het kruid al bereikt. We waren genoodzaakt het schip te verlaten. Twee sloepen met gevluchte bemanningsleden pikken Bontekoe en een ander bemanningslid op, waarna ze uiteindelijk in de grote sloep met in totaal 72 personen onder barre omstandigheden verder varen.